COTI staat op het punt om te verdubbelen. Dus in deze video mijn COTI technische analyse zodat je daar een trade op kan plaatsen en dus je inleg kan gaan verdubbelen. Hey, tof dat je kijkt naar weer een nieuwe video. Mijn naam is Corné en voor als je nieuw bent op dit kanaal, op dit kanaal deel ik werkelijk alles omtrent cryptocurrencies, technische analyses zoals deze. Crypto reviews, platform reviews. Dus als je crypto in het algemeen tof vindt. Geld vind je met crypto tof vindt. Overweeg dan even om op die abonneerknop te klikken. Ik zou het tof vinden. Want veel van jullie die kijken, die zijn niet geabonneerd. Uh, kleine moeite voor jou. Help je mijn kanaal mee. En daarnaast mis je dus dit soort video's de volgende keer niet. Dus kan je er direct op anticiperen. Verder uh, vind je het een tof video. Like hem even. En deel hem met vrienden en familie die ook in de crypto zitten. Zodat zij ook op de hoogte zijn van deze trade alert. En jou straks kunnen bedanken van voor. Uh, het verdubbelen van hun geld. Allright, laten we mijn scherm induiken en dat is even beginnen met Instagram. Heb je Instagram? Volg me daar even. Ik post elke dag iets nieuws op mijn tijdlijn en mijn verhaal staat altijd vol omtrent crypto, mindset. Dus vind je dat nou leuk? Uh, Corné Marchand, zonder dubbele letters, zonder streepjes. Uh, linkje vind je ook in de beschrijving. En daarnaast, Koti is bij vrij weinig exchanges te koop. De enige makkelijke waar die echt te koop is, is Bitfavo. Daarvan staat ook een link in de beschrijving. Heb je nog geen account, kun je daar een account aan maken en dan krijg je de eerste 1000 euro handelen kosten vrij, Dus dan is het nog goedkoper, want je betaalt geen transactiekosten. Alright, dat gezegd hebbende, duiken we de technische analyse in, want verder hoef ik je niks meer te laten zien hier. En dat is even beginnen met de 4-hour op Koti. En wat je hier ziet is een mooie falling wedge, wat tevens ook een bull flag is. Dat zou je zo meteen zien op de daily. Maar die falling wedge is dus uitgebroken, heeft geretest en is vanaf hier dus klaar om. De ruimte in te schieten, als het ware. Nou, wat voor target heeft die bolvlek? Die breek je door van hier de bovenkant naar hier de benedenkant. Uh, benedenkant? Is dat een woord? Maakt niet uit. Van de bovenkant hier tot hier aan de onderkant, moet ik zeggen. Uh, die lijn te trekken en dan zet je hem op waar die uitbreekt. En dat is een target van ongeveer 87 uh, cent. 87 dollar cent. En nu zie je hier nog een andere prijs target staan. Vraag je je waarschijnlijk af waar is die van? Want die staat op exact dezelfde hoogte als deze breakout. Nou, als we dan eventjes uit gaan zoomen. En we gaan dus naar de daily. Dan zien we hier een cup en handle patroon. Dus je ziet hier, cup en je ziet de handle. Dus het is een kopje die je vasthoudt. Cup en handle patroon. Die is uitgebroken boven de neckline. Die is daarna geretest hier. En in die retest heeft hij dus die falling wedge ook nog eens gemaakt. Geretest. Falling Wedge heeft hij nu geretest. Dus dubbele conformatie. En vanuit daar kan hij dus verder schieten. Maar hoe bereken je de prijszak van een cup en handle? Doe je van de bovenkant van een neckline tot aan de onderkant van het kopje. Hey, dit is, deze halve cirkel is niet perfect getekend. Uh, zou tot hier moeten? Maar goed, het kan niet altijd door het verloop van de chart. Maar je trekt een lijn van hierboven. Naar beneden, naar het laagste punt van die cup. En die pak je en die zet je op het punt waar uh, de breakout plaatsvindt. Nou, de breakout is in dit geval voor de cup en hendel op de neckline hier. Uh, dus die kun je eigenlijk hierop zetten Maar omdat hij nu hier, zeg maar, die retest heeft gehad, heb ik hem hier opgezet. En nu zie je dat het precies dezelfde dus prijstarget is als die. Uh, falling wedge, dus dat is al echt dubbel bullish, uh, dubbele conformaties voor COTI. Daarnaast trekken we de Fibonacci nog eventjes over de daily van het hoogste punt tot aan het, echt het laagste punt. Dan zie je, even kijken, als we hier naar boven gaan, dat we ook hier nog het 1.5 target van Fibonacci hebben. Het Fibonacci level is officieel geen Fibonacci level, maar het zit wel in Fibonacci en het is een level waar veel traders naar kijken. Dus ook dat. Is een confirmatie voor dit uh, prijstarget. Dus ik zou zeggen: prijstarget is 87 cent. Fibonacci-level is 85 cent. Uh, om daar echt op te anticiperen en te zorgen dat je je target haalt, zou ik hem zetten op ergens misschien 84,5. Uh, zodat je in ieder geval voor deze triggers eruit bent voordat. Uh, andere traders die wel letterlijk hun orders daar opzetten. Uh, dat je in ieder geval uit die trade bent en je winsten gepakt hebt. Nou, hoeveel winst kan je maken met deze Coty trade? Dat is best wel veel. Uh, als je nu nog instapt, is het zo'n 63% op spot trade. Als je dus uh, ergens op futures plaatst. Maar die zijn er dus bijna niet. Ik heb Bybit gecheckt. Ik heb Binance gecheckt. Ik heb FTX gecheckt. Uh, wat heb ik nog meer gecheckt? Ik had er nog een. OKX okay, heb ik gecheckt. Allemaal geen Futures of Leverage op COTI. Omdat ze of COTI niet hebben of niet uh, op Futures hebben. Dus ik heb gewoon op Bitfavo een spot trade gezet. Een paar duizend euro erop gezet. En daar kan ik dus 63% op pakken. Nou, uh, als je, het is dus echt een lange swing trade. Dus dan kan je bepalen om gewoon te blijven zitten. Geen stop los te zetten. Uh, omdat het echt een investering is voor weken. Maar als je echt serieus hier actiever op wilt treden, kun je een stop loszetten onder de neklijn van de cup en handel en daarnaast ook winsten gaan nemen uh, op. Uh, ...prijslevels... ...dus je zet hier onder die neckline... ...zet je stop los... ...ik zou hem zetten onder de wik... ...zodat je niet uitgewikt wordt... ...dat is een verlies van zo'n... ...best wel veel eigenlijk... ...13%... ...nou op spot valt het nog mee... ...maar als je dan gaat kijken naar de winst... ...dat je dan dus daarvan kan krijgen... ...is zo'n 60%... ...dus dat is bijna 1 op 6 risk-reward... ...dus dat is hartstikke prima... Nou, dan kan je dus zeggen, bij Fibonacci-levels ga ik gewoon uh, winsten nemen. Nou, 1 zou ik niet te serieus nemen, kun je wel doen. Uh, maar die heb je natuurlijk zelf getrokken ook. Nou, dat is dus al bijna 14%. Kan je zeggen, ik hou hier 50, 25% uit. Nou, laat je hem doorrijden, kom je de 1.236 tegen, is zo'n 35% al, hou je er weer 25% uit. Dus je bent nog met 50% in je trade, ga je door, kom je bij de 1.382. Um, hou je er weer 25% uit, heb je nog maar 25% over. En dan zit je dus zeg maar rond uh, de rond target, want die is hier aan het einde. Dus dan kan je zeggen of ik stap hier volledig uit met die 25%, of ik laat hem doorgaan tot het belangrijkste Fibonacci-level 1.618 en stap daarna uit. Keuze is aan jezelf, ik geef je hier gewoon wat opties. Maar in ieder geval is deze Coty trade dus ontzettend. Hot, omdat hij op de daily een Cup and Handle vormt. Super bullish. Uh, op de 4 uur, op de 1 uur, uh, op de daily vormt hij een mooie falling wedge op Op de daily is hij zelfs iets minder mooi dan op de 4-hour, zoals je uh, in deze kon zien. Hier is hij perfect uitgebroken, geretest en we staan op het punt om omhoog te schieten. Dus um, dit was de Coty trade. Je, je kan de trade plaatsen als je wil. Doe er wel mee. Ik hoop dat je het een toffe video vond. Vaak vinden jullie dit soort video's op mijn Engelse kanaal wel tof. Uh, volg je me daar nog niet. Ben je nog niet geabonneerd? Linkje vind je ook terug in de beschrijving. Vond je deze video tof? Deze Coty trade, wil je vaker van dit soort korte trade. Technische analyses of trade signals wil je die vaker hebben op dit kanaal. Laat het me even weten in de reacties uh, onder deze video. En dan ga ik dat gewoon doen voor je. Dus uh, alles is gezegd. Like de video even als je hem tof vond. Deel hem even met vrienden en familie. En abonneer even als je het nog niet gedaan hebt. En hopelijk zie ik je terug in de volgende. Bye.